Ik zeg gewoon doen. Met mijn kaplaarzen. Hè? Jan, waar had je mijn kaplaarsje gelaten? Ja, want je zou me trekken om dan. Hè? Ik sta nog achter op die trekken. Ja, godverdomme, ik had toch gezegd tegen die dat je mee moest nemen of wat? Eindelijk is het bij ons. Oh. Het is hem net niet. Hey! Hey, Jan! Goeiedag. Mag ik? Hij is van Bart en hem op. Alles goed, jongen? Ik heb nog even een kwikkleed betekenen. Kwikkleed. Hey, jongen. Alles goed? Ja. Sta ik erop? Ja, hij zit erop. Dank u, Bas. Hey, waarom? Hey. Stijn, maar dan niet te weten. Ga weg, dat ding. Dat zijn privébeelden, dit. Dit worden privébeelden. MC binnen, dat is MC Abster, zonder pet. Sorry, wat zeg je? En een andere kleding. Ja. Hardcore for life, baby. Hey, die van gisteren. Dat is mijn eigen festival, dat had ik jou ook geboekt. Ja. Maar dat weet je niet. Er gaat de hele tent uit zo'n dak. Ja, nee, er zijn natuurlijk een aantal mensen die daarvoor bedankt moeten worden. En wat dat betreft, wij zijn nu zelf de tweede generatie ook bezig met een aantal nieuwe nummers. Nou, die gaan, zeg maar, absoluut komen. Weet je, dat soort dingen kosten toch veel tijd en veel energie en veel moeite erin steken. Hoe dan ook, die nummers komen en in de tussentijd blijven we gewoon doorgaan met een aantal oudere nummers en een aantal nieuwere nummers. En we gaan zelf kijken wat we er uiteindelijk voor show voor kunnen bouwen. Blijf zitten, ouwe, eerste interview voor de avond is helemaal afgerond. België, hier komen wij. We gaan helemaal los, hè. En even voor het WK. Hoppa! Nou, lekker is dat geklokken, de keeper. Ja, tikje terug. Dankjewel, ja, eindelijk. Maar ik moet ook mijn jasje uittrekken. Ja, waarom het hier is. Thank you.
Martijn gebruikt geen Ariel. Ik zie niks. Zie je een Ariel? Ik weet niet of je... Sperma vlekken. Als je daar niet kijkt. Kijk nog eens pyjama. Even draai hoor! Hey! Even draaien met Martijn! Even draaien, die slinger, hè! Hartstikke idee! Ik moet nog optreden, hè? En je moet nog optreden en niet vallen! Nee, vooral niet vallen! Het is tijd om een beetje te gaan hakken en een beetje zagen. Een soort beukplaatsmoment. Zijn we klaar voor de Party Animal? What? Yeah.